Het 1 Twente nieuws van vrijdag 11 oktober. Een patiëntenstop bij ZGT Hengelo en je garderobe duurzaam vernieuwen door kleding te ruilen bij Concordia in Enschede. Ik kom vaker, meestal kom ik met een hele tas vol leuke dingen thuis. Dus, Goeiedag. Ziekenhuisgroep ZGT neemt vanaf maandag geen nieuwe patiënten meer op. Die zijn verzekerd via Zilveren Kruis. Het gaat om het zogenoemde planbare zorg. Spoedgevallen worden nog wel aangenomen. De spoedpost in Oldenzaal gaat toch sluiten. Dat hebben de betrokken huisartsen gisteravond besloten tijdens een bijeenkomst. De spoedpost hangt aan de ene kant de huurverhoging van 70% boven het hoofd, die het MST vanaf volgend jaar door wil voeren. Er komt bij dat de ondersteuning door verpleegkundigen van het MST per 1 januari wegvalt en er een tekort is aan huisartsen en triagisten. Ja, na maanden verkeersoverlast is het vanmiddag zover. De vernieuwde N737, oftewel de Vliegveldstraat, gaat open. Tussen Hengelo en Enschede ligt nu de meest innovatieve route van Overijssel. Maar het is geen oplossing voor de filevorming voor Enschede. De stad werkt aan een pakket maatregelen om de doorstroom in dat deel van de stad te verbeteren. Maar concrete voorstellen, die zijn er nog niet. Bij Concordia kon je vandaag terecht voor een duurzame update van je garderobe. Niet door allerlei nieuwe items aan te schaffen, maar door te ruilen. Zo werden kleding, schoenen en accessoires die door een eigenaar niet meer gedragen worden, omgeruild met artikelen die door een ander niet meer uit de kast worden gepakt. Jij komt voor de vintage swap. Wat heb jij meegenomen? Heel veel kleding. Ik heb een paar jurkjes meegenomen die ik zelf niet meer draag, maar die nog wel mooi zijn. Sommige kleding koop je, maar heb je vervolgens niet aan en vind je het eigenlijk wel zonde dat je het niet gebruikt. Dus en op deze manier kun je er een ander nog blij mee maken. We zijn met een klein clubje begonnen, een klein clubje dames die het echt leuk vinden om ook rommelmarkten op te gaan. Hè, die het leuk vinden om vintage dingen te kopen. En je merkt in de loop van de tijd dat er steeds meer animo komt. Dus die vriendinnen nemen ook weer andere vriendinnen mee. Het verspreidt zich sneller en mensen, het taboe op tweedehands is gewoon is weg. Dus alleen maar heel positief, denk ik. In het kader van de Coming Out Week is in Heart Gallery in Hengelo de foto-expositie Young and Gay te zien. Daarin heeft fotografe Marjolein Arnegarn de verhalen van jongeren die uit de kast zijn gekomen vastgelegd op beeld. Allemaal verschillende jongens en meisjes die zich anders voelen, maar toch eigenlijk allemaal wel iets met elkaar gemeen hebben. En dat is hier heel mooi naar voren gebracht in de Art Gallery met de mooie portretten die zijn gemaakt van jongens en meisjes die homoseksueel, bi, lesbisch zijn. Hengelo is sinds 2015 een regenbooggemeente. En dat houdt in dat de gemeente geld vrijmaakt, maar ook met plannen komt om ervoor te zorgen dat mensen kunnen houden van wie ze houden en zijn wie ze zijn. En dat is het kern van een regenbooggemeente. En Hengelo is dus sinds 2015 al een regenbooggemeente. En vandaag, in de week van de coming out, is hier een mooie expositie bij de Art Gallery. En Marjolein Arnegarn die heeft hele mooie foto's gemaakt, die op de achtergrond allemaal te zien zijn, van jongeren die zich identificeren als homoseksueel, lesbisch, biseksueel. En die heeft ze heel mooi hier op de gevoelige plaat weten te leggen. En ik denk dat het voor ons als gemeente belangrijk is om te laten zien wie deze mensen zijn. Dat ze onderdeel zijn van ons Hengelo. En dat we er ook voor zorgen dat die mensen ook zichzelf hier kunnen zijn en dat ze gewoon niet alleen hier aan de muur hangen, maar dat ze ook gewoon hier door de straat heen lopen. Marjolein Arnegarn heeft ook nog een heel mooi boek gemaakt over deze expositie. Young and Gay. Er staan hele mooie verhalen in. Mooie foto's van jongeren die een verhaal vertellen met een gezicht erbij. Young and Gay is te zien tot 23 oktober hier in de Art Gallery in Hengelo. Kom vooral kijken. Het weer dan nog. Ook vanavond en vannacht blijft het nog regenen. De temperatuur zakt naar 13 graden vannacht. Morgen is het bewolkt met vooral in de middag kansen op neerslag. Het is iets warmer dan vandaag met zo'n 16 graden. Zondag overwegend droog. De zon kan er zelfs af en toe doorkomen. Het wordt 21 à 22 graden. Na het weekend zakt de temperatuur weer iets en blijft het regenen.
Tot zover deze nieuwsuitzending. Nu op 1 Twente het veld op en ik wens u een heel fijn weekend.